Dit jaar is er een nieuw seizoen van Big Brother. Hoe kijk jij daar naartoe? Met welke ogen kijk jij naar het seizoen nu? Moeilijk. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Ik probeer het nu wel even los te laten. Je gaat vergelijken. Dus de eerste keer dat ik keek, dan dacht ik van, oh nee, dat is mijn huis en dat is mijn keuken en dat is mijn bed, wie daarin gaat liggen. En je vergelijkt constant, maar op den duur wordt dat ook echt mega vermoeiend. We hebben ook zo een groepschat, de Fab Fives, en daar communiceren wij heel veel in. Je ziet dat we het alle vijf heel moeilijk hebben. En dan, met Gilles communiceer ik ook heel veel over Big Brother. En ja, het is en blijft niet gemakkelijk, maar het is ook helemaal anders dan verleden jaar. Dus ik heb ook Ja. zoiets van, ik ben heel blij met mijn seizoen. Ik ben heel blij dat ik het verleden jaar meegedaan. En voor mij is dat gewoon heel goed. En ik probeer het echt nu los te laten. Ja, en wat zijn zo grote verschillen tussen vorig jaar en dit seizoen? Goh, ik denk het grootste verschil is dat wij als groep dat daar ben binnengestapt zonder te weten wat er ons ging, ja, wat dat er ging komen. Dat was weer de eerste na zoveel jaren. Je weet niet, gaan er daar mensen naar kijken? Wij dachten echt dat daar misschien niemand naar ging kijken als wij daar binnen zaten. Dus die mensen dat daar nu naartoe gaan, die weten welke impact dat heeft gehad op ons. Dus die weten hoeveel volgers op Instagram dat opbracht en nog andere dingen dat erbij komen als influencer of wat dan ook allemaal. Dat wisten wij allemaal niet. Dus je ziet dat ik zie het verschil wel in de twee seizoenen op basis van dat. Maar bon, ik gun het iedereen daar ook even hard hoe dat allee, van ons allemaal apart eigenlijk. Maar ja, ik vind dat wel een groot verschil daar, ja. Ja, en van de mensen die er nu in zitten, heb je daar bepaalde favorieten en waarom? Ik heb eigenlijk maar één favoriet en dat is Tobias. En waarom Tobias? Juist om de reden waarom dat hij gewoon zichzelf is. Die jongen die is blij dat hij in het avontuur is en die geniet van het avontuur. En ja, die blijft uit die roddels, die blijft uit het gestoken, uit die boontjes. Ik ga niet zeggen dat Big Brother niet met boontjes is, want ik heb ook aan dingen gedaan. Ik zat ook in een groepje en dat we samen stemden. Dus ik ga dat niet zeggen. Maar niet van week één, ten eerste. Maar al ja, het is gewoon, ik vind Tobias gewoon een hele simpele jongen, heel gewoon. En ja, die ben gewoon zijn eigen blijft, dat vind ik wel belangrijk.